Beste mensen, ik ben Martin van der Meulen. In het voorjaar van 2020 heb ik een film gelanceerd waarin de ontstaansgeschiedenis van de Oluïde in beeld wordt gebracht. U kunt deze film zien op mijn website oluïde.nl. Nieuwe kennis leidde het afgelopen jaar tot meer inzicht in het verschil tussen deze Oluïde en deze Oluïde. Daarover gaat deze film. Even ter herinnering, dit is een inverteerbare kubus. Wanneer ik de hoekelementen verwijder, kan de ketting bewegen. Hoe deze bewegende kubus leidt tot de Oluïde, heb ik in de eerste film laten zien door hem te plakken aan het skelet van de Oluïde. Bij het inverteren van de ketting draait hij exact om het skelet heen. We bekijken dit in detail. Ten eerste zien we dat de cirkels van het Oluïde skelet elkaar exact in het middelpunt snijden. Ten tweede zien we dat de afstand van de twee middelpunten gelijk is aan de straal van de cirkel en ook gelijk aan de ribben van de ketting. De totale lengte van een Oluïde wordt dus 3 keer de straal. 1 keer, 2 keer, 3 keer. De breedte van de Oluïde is de diameter van de cirkel, ofwel 2 keer de straal. De breedte lengteverhouding van een Oluïde komt dan op 2, staat tot 3, zoals in de eerste Oluïde. Bij het houten skelet van de Oluïde wat ik in de eerste film gebruik, kan je zien dat die net iets anders is. De cirkels gaan niet door elkaars middelpunten, maar de afstand is net ietsjes groter. Na de ontdekking van de Oluïde door Paul Schatz heeft een andere wiskundige, Nishihara, afgeleid dat wanneer je deze afstand net iets groter maakt, namelijk wortel 2 keer de straal, ofwel 1,4 keer de straal, dat de Oluïde dan makkelijker rolt, omdat het zwaartepunt tijdens het omwentelen op gelijke afstand tot de grond blijft. De totale lengte van de Oluïde komt daarmee op 3,4 keer de straal, zoals in deze Oluïde het geval is. Toen ik begon met het maken van Oluïdes, heb ik Oluïdes gemaakt in veel verschillende lengtes. Net als dat ik aanvoelde dat de houtsoort van belang is voor de energie van de Oluïde, is de lengte dat ook. Uiteindelijk heb ik besloten om Oluïdes te maken van de lengteverhouding 2 staat tot 3,4. Terugkomende op het houten skelet van de Oluïde, is nu duidelijk dat de kubus niet past bij dit skelet, want de afstand tussen de middelpunten is groter dan de ribbenlengte, namelijk 1,4 keer de ribbenlengte. Wanneer we nu kijken, dan zien we dat hier de lengte wel de straal van de cirkel is en hier ook. Alleen de derde lengte is verlengd. Zo'n vorm heet niet meer een kubus, zo'n vorm heet een balk. Wanneer we deze balk nu plaatsen op het skelet, dan past de langste lengte precies tussen de middelpunten. Hier past de lengte van deze ribben en hier past de lengte van deze ribben. De uitdaging die toen ontstond was het inverteerbaar maken van deze balk. En uiteindelijk is dat gelukt. Dit is zo'n inverteerbare balk. Wanneer ik de hoekelementen verwijder, kan je zien dat ook deze inverteerbaar is.
doordat niet alle elementen gelijk zijn, ziet de inversie er heel anders uit dan het regelmatige van de ketting uit de kubus. Wanneer we nu de omstopingsketting van de balk en het lange skelet aan elkaar vastmaken, dan krijgen we dit. Ook dit past precies op elkaar. Wanneer we nu, net als in de andere film, de diagonaalpunten verbinden met een touwtje, snijdt dat touwtje tijdens de omwenteling exact de verlengde holoïde uit. Dit inzicht is ontstaan na een bezoek aan de Paul Schatz Stiftung in Basel afgelopen zomer. Daar kreeg ik model 144, gemaakt door Paul Schatz in de jaren 30 van de vorige eeuw, in handen. Dit model is daarvan een replica. Paul Schatz maakte een balk met 3 verschillende ribbenlengtes. 1, 2, 3. Wanneer we deze uit elkaar halen, krijgen we natuurlijk weer een inverteerbare ketting. En waarbij je ziet dat de elementen nog onregelmatiger zijn dan bij de balk met 2 verschillende lengtes. Ook met deze inverteerbare balk is het weer mogelijk om omstulpingsvormen te maken. Deze is daarvan een voorbeeld. Ik ben blij met de inzichten die het afgelopen jaar zijn gekomen en dat ik deze met u kan delen. Zijn er nog vragen? Dan hoor ik dat graag. Ik wens u balans.